Dus dat is eigenlijk de gouden tip. Als je last hebt van je keel omdat je zware check rookt, moet je gewoon overstappen op lichtere sigaretten. Ja, en heb je het van sigaretten, dan moet je gewoon stoppen. 10 jaar geleden deden wij in Hilversum het licht aan. Omdat we vinden dat alles bespreekbaar moet zijn. Maar tegenwoordig gaat het vooral over wat we niet mogen zeggen. Daarom is Poont harder nodig dan ooit. Ik kan zo de taxi voor rijden nu. Waar het begint te schuren, daar wordt het pas interessant. Steun dat andere geluid en word lid juist nu. Het is vandaag 1 oktober, dus traditie om heel bekend en onbekend Nederland te laten stoppen met roken. En of dat nou is gelukt na die maand, dat is dan een tweede. Even kijken wat de Hagenezen denken over stoptober. Gaat u eraan meedoen? Nee, ik wil niet stoppen van roken. En waarom niet? Ja, ik vind het leuk, ze gaan lekker bezig met werk. Zo. Ja. Als ze stoppen, kan ik niks te doen. Lekker sigaretje? Ja, lekker. Ja? Wat vind je ervan, van dat hele stoptober gebeuren? Ja, ik vind mensen moeten zelf bepalen wat ze willen doen, toch? En hoeveel sigaretten per dag rook je? Ik haal wel elke dag een pakje. Dan denk ik, ja, moet je elke dag een pakje halen? Hou gewoon voor de hele week of zo. Ja, maar dan rook ik meer. Dat dan weer wel. Maar ik vind zo'n pakje, weet je, vind ik wel zat per dag. En wat vindt u van al die bekende Nederlanders die hun gaan vertellen dat u moet stoppen met roken en er betaald voor krijgen? Het is een beetje een trend, hè? Ja, misschien een beetje nichterig vind ik het. Dat spijt me. Ja, echt, meen ik. Betaal me maar dan. Stop ik wel. Al die bekende Nederlanders, hè, die krijgen nu betaald om een maand niet te roken. En jullie te vertellen dat jullie moeten stoppen met roken. Wat vind je ervan? Nee, dat heb ik nooit naar geluisterd. Dus. Nou, bekende Nederlanders niet? Nee, ja. Ja, zijn jullie maar scherp vandaag, hè? Ik neem wel eens raad op, hoor, van bekende Nederlanders. Nee, deze raad niet. Hey Leo! Hey, staan we bij Leo's koffiehuis. Besluit je ook even zelf om op te komen dagen? Nou ja, ik ben even een uurtje gaan sporten. Moet dat oude lichaam ook een beetje in peil houden. Maar, dus we moeten nu eerst even een peukje hebben, hoor. Mag dat? Ja, tuurlijk. Okay. Hallo, ik ga een paar trekjes nemen, ja? Want we blijven lullen. Maar weet je wat dat kost? Ja, ja, dat is waar. Hm. Sigaretten zijn heel erg slecht, hè, voor je stem, dat zegt iedereen. Maar nee, jij verdient gewoon je brood met zingen. Ja, nee, maar daar maken een hoop mensen fout mee met roken. Met zingen. Kijk, roken doe je over je longen en zingen doe je met je stembanden. Dat zijn twee verschillende categorieën. Nou ben ik groot fan. Van? Zou je misschien een heel klein beetje a cappella willen doen? Zij is groot fan, ze ken me niet eens. Tuurlijk wel. De John Medley. Ja. De man. Nou ja, dan is het toch Den Haag, hè? Oké, doe maar. Hallo is de naam, groen en geel, dat komt eraan. Als het moet, doe het goed. Hey, hey. Wat vind je ervan van stoptober? Zeker eerst dan eens even je sigaretje. Iedereen moet gewoon zelf weten wat hij doet. Ik zeg altijd, luister naar je lichaam. Ik heb de hele dag door zware check gerookt. Ja, als op een gegeven moment toch 2-3 keer per nacht je bed uit moet om te hoesten. Ja, dan moet je gewoon wat doen. Dan moet je niet door blijven zware check roken. Dus nee, dan ga je nu een sigaretje en met een biertje af en toe een zwaar checkje tussendoor. Dus dan iets minder. Nou, stoptober. Geef mij maar fuck stoptober, zou ik zeggen. Geef mij maar rocktober. Let's rock and roll, hè. Fuck stoptober? Nou, niet fuck stoptober. Als ik stop, dan... dan stop ik. Maar ik heb nog geen... Nee. Geen reden om te stoppen? Nog geen reden om te stoppen. Ik ben nog gezond. Oké. Okay. Dus dat is eigenlijk de gouden tip. Als je last hebt van je keel omdat je zware check rookt, moet je gewoon overstappen op lichtere sigaretten. Ja, en heb je het van sigaretten, dan moet je gewoon stoppen. Ik hoop dat ik geen last krijg. En we stoppen toch een keer vanzelf. Ja. En we gaan toch uiteindelijk allemaal een keer dood. Ja, ook dat. Ja, en dan ben je gestopt. Ja.